Ik ben Astrid Groen, ik ben werkzaam bij Doorcas. In mijn werk doe ik onder andere de administratieve afhandeling van nalatenschappen. En we zijn hier vandaag bij Klazien. En Klazien, dankjewel dat ik hier ben. Ik ben Klazien Tempelaar, ik ben professionele organizer. En ik help mensen met het opruimen van hun spullen. Ik help mensen thuis met het beslissingen maken over hun spullen. Wil je het houden? Mag het weg? En waar dan heen? En dat zou naar Doorcas kunnen zijn, als je dat wil. Want het is natuurlijk best ingewikkeld als je zoveel hecht aan je spullen om dat los te laten. Dat is nogal een ding. Je zegt ingewikkeld. Kan je daar iets over zeggen, over dat proces? Het klinkt lastig. Dat is het ook. Want je hebt spullen verzameld in de loop van je leven en daar heb je een emotionele band mee. En om dat dan los te laten, die spullen, dat doet iets met je. En als ik dan kom, dan zeg ik, oh, vertel eens, wat heb je ermee? Wat wil je er nog mee? Wat het verhaal erachter? Het verhaal. Hebben mensen daar, hoe werkt dat bij mensen? Het verhaal van, geeft dat ook een emotie? Enorm veel. Spullen, je bent je spullen, zeg ik wel eens. In dit huis, ik ben dit huis. Als je binnenstapt, dan weet je, dit is het huis van Klazien. En dat is bij heel veel mensen zo. Is dat het proces van wegdoen, is dat de eerste stap? En wat komt er dan, hoe vordert zich dat in je denken? Wat zijn stappen daarna? Ik weet niet of wegdoen de eerste stap is. Ik denk dat nadenken over, dat het begint met bewust worden. En dan over nadenken. Hé, wat heb ik veel? Wil ik dit allemaal houden voor de toekomst? Voor wie zou het kunnen zijn? Dat nadenken is de tweede stap. En de derde stap is in actie komen. Het zou kunnen zijn dat je, ik stel me zo voor, een soort van doos hebt van, gaat het echt de kliko in? Gaat het naar een kringloopwinkel, wat natuurlijk een Doorcas kringloopwinkel zou kunnen zijn? Ja. Of wil ik het houden? Ja, nou, ik en mijn collega's zeggen inderdaad, je zet drie dozen neer. Mag het, moet het weg in de kliko? Mag het weg naar een goed doel, Doorcas of iemand anders? Of wil ik het nog houden? Nou, en weg, ik denk wel dat mensen in de loop van hun leven ook spullen hebben bewaard die wel weg mogen. Maar het is dan wel een proces wat soms wel een tijd in beslag neemt. Ja, ik denk wel dat onthechten en loslaten van je spullen is wel een ding. Dat heeft zijn tijd nodig. En daarom zeg ik steeds, doe het in goede tijden. Doe het op een goede dag. En dan laat je die spullen door je handen gaan en dan denk je, oh ja, weet je nog? Het klinkt als een feestje. Ja, ik denk dat er ook heel veel vreugdevolle momenten in zitten. En ik denk ook wel dat er een traan bij kan komen, want het doet natuurlijk ook, er zijn ook gebeurtenissen in je leven met een traan. Ja. Maar die lach en die traan, dat is ook wat het leven is. Ik zeg altijd in mijn vak dat het belangrijk is dat je nog een beetje om jezelf kan lachen. Dus lachen om die spullen die je al die tijd hebt bewaard. En dat je nog kan lachen om jezelf. Dat je denkt, jongen, heb ik het nog? En dat je daarna een kopje koffie of desnoods een borreltje kan nemen. Proost op het leven. Proost op dat wat zo mooi was. En dat je met een lach en een traan daar afscheid van kan nemen. En dan weer lekker slapen en door. In plaats van dat je ervan wakker ligt. Opruimen is ruimte maken voor de toekomst. Als ik mensen spreek die ons bellen over informatie van nalatenschappen, dan merken we ook dat ze soms in een bepaalde fase in dat proces zitten, waarin ze het toch heel lastig vinden om daarmee te beginnen. Is er nou iets waarvan jij zegt van, dat helpt? Helpt het om andere mensen daarbij te betrekken? Ja, denk ik wel. Vraag een steuntje in de rug. Want samen wordt het makkelijker. Dus als ik als
vanuit mijn werk als professionele organizer kom, heb ik geen band met die spullen. Dus dat maakt dat ik objectief vragen kan stellen. Dus het helpt zeker dat iemand objectief met je meekijkt naar jouw spullen die je in huis hebt. Ja, die objectief kijkt naar de spullen, maar ook objectief kijkt naar het waardeoordeel wat jij eraan hebt gehangen. En die daar een vraag over stelt van, is het zo dat dit nog moet blijven? Wat ik dan leuk vind is als je dat bijvoorbeeld met je volwassen kinderen zou doen, dan heb je daardoor eigenlijk een win-win situatie. Want ik stel me zo voor dat een dochter die ook al op middelbare leeftijd is, het ook heel erg mooi vindt om de verhalen te horen die ze nog nooit van haar moeder gehoord heeft. Ja, ja. Ja, dan wordt het een feestje, hè? Dus van, dan kom je en verhalen en het gaat allemaal door je vingers en je beslist met haar of met hem wat je ermee wil. Blijft het in de familie of kan het weg? Dus het wordt daar wel helder van en duidelijk. Ik denk dat het ook voor de nabestaanden eigenlijk een helpt om te ontzorgen. Hoe is dat voor binnen Dorcas? Ontzorgen merk ik als wij mensen aan de telefoon hebben, dat ze het soms ook lastig vinden. Mensen hebben daarin soms een soort van uitstel. Uitstel van, ik kan dat nog niet zo goed. Ik vind het lastig. En dan geven wij vaak aan in gesprekken met mensen dat het ze helpt ontzorgen voor hun nabestaanden. We zien ook vaak in mensen die daar bepaalde gesprekken mee hebben dat ze bijvoorbeeld zeggen van, maar ik wil eigenlijk ruzies voorkomen. Mijn zoon of mijn dochter of mijn kinderen, ze gaan niet zo goed met elkaar om. Dus ik wil ruzies voorkomen en dan ga ik het dus nog maar niet opruimen. Ja, dus dat ontzorgen helpt om ruzies te voorkomen en het geeft een soort dat geeft duidelijkheid. Dat is wat je zegt, hè? Ja, en dan kan ontzorgen een soort van opluchting geven bij mensen van, had ik dat maar eerder gedaan. Ja. Dat ontzorgen lucht ook op, omdat het duidelijk is. Het staat op papier, wat wil ik met mijn spullen, wat wil ik met mijn financiën, wat wil ik met mijn huis. Dat is wat je wil, hè? Ja. Of wat je ze gunt. Onlangs had ik een gesprek met iemand die bijvoorbeeld geen kinderen heeft, nooit getrouwd is geweest. En die vroeg echt heel bewust aan mij van, maar ja, ik ben al in de 80 en mijn familie, het wordt steeds kleiner. Mijn gemeenschap, mijn kerk, vrienden, bekenden, ze ontvallen me. Ja. Ik blijf steeds meer alleen achter. En dan? Nou dan, ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Organizers. Mijn collega en ik helpen heel graag mensen die daartegen opzien en die geen netwerk hebben, dan komen wij bij die mensen thuis en dan helpen we met keuzes maken. Wegdoen, als het nodig is, doe ik even mijn auto open en breng ik het naar de stort. Of ik breng het naar Dorcas, vind ik allemaal goed. En voor mij is het zo, voor mij en mijn collega's is het mooi, dat wij weten dat waardevolle spullen nog weer een tweede leven kunnen krijgen. Want dat is natuurlijk voor ons de worsteling, waar moet het heen? Voor mij en mijn cliënten, noem ik ze maar, die zeggen dan het moet naar een goed doel. En dan denken we, ja, goed doel, goed doel. En nu denken we, denk ik, Dorcas. Ja. Dus het heeft jou wat gebracht, maar mij ook. Wellicht heeft u nog vragen na het zien van dit interview met Klaasien. We zijn bereikbaar bij Dorcas voor een persoonlijk gesprek. En u kunt ook alle informatie vinden op de website. We hebben een brochure voor u gemaakt die gaat over nalaten en een werkboek met alle informatie waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.